Dat kan niet gezegd worden. Ik distancieer me van dit interview. Dat kan echt niet. Jongens, zijn we weer onderweg naar Carlo Bossa. Leuke vent. Ben vaak bij hem in de show geweest, dus echt een aardige kerel. We gaan luisteren naar zijn verhaal. Ik ben blij dat hij ook bij mij in de auto wil stappen. Vind ik wel leuk. Dus we gaan kijken naar zijn verhaal. Yes, laters. Ciao. Ik heb mijn handje voor jou. Ik heb mijn handje. Mooi liedje, hè? Mooi, hè? Mooi liedje. Eddie. Ja, mijn leer zat een liedje, dus dat ik dat ging zingen, weet je wel. En toen ging ik een beetje met dat ding van me zwaaien. En ja, en dan het mooie is, dan gaat SBS het ook uitzenden, weet je wel. Ja. Ik heb een banaan. Ik bedoel het liedje uit Frozen. Ja, ik heb al wat te lozen. Andy. Hey, Carlo. Wat kost dat? Alles goed. Moet ik hier zitten in deze auto? Ja, zeker. Wat hallo, een goed man. Alles goed. Hoe gaat het? Goed. Met u. Doe je vrouw de groeten? Ja, doe ik zeker. Mooi, doe ik wel. Oh, word ik nou overreden? Ja, bijna. Open. Pas op, man, met je kunstheup. Ga er door. Schiet op. Ja, dat... Stel dat die vrachtwagen doet. Die verschrok zich dan. Woont je moeder ernaast? Ja, natuurlijk. Oh, geweldig, man. Lopen je camera's nou al? Ja, tuurlijk. Oh, goed zo. Moet ik even goed zitten, anders ben ik zo dik. Ach, man. Hey, je sport wel, hè? Huh? Je sport wel, hoor. Nee, want dan ben ik zo dikker. Want ik weet niet hoe laag die camera staat. Ik heb zo druk om uit te zenden. Misschien moet ik zo gaan zitten. Dat je denkt, nou die wordt slang. Hier staat er nog een achter je. Wie? Kijk, die camera. Nee. Tuurlijk. Had je wel mocht zo'n kruintje moeten doen. Ja. Maar je sport wel, hè? Ja, 4 keer in de week. Oh, netjes. Hier in Landsmeer. Ja. En jij? Ben je nog het kickboksen? Ja, ik doe wel een beetje kickboksen, ja. Maar het weekend is zo moeilijk, hè. En s'avonds, hè. Oh. Oh, op de bank, hè. Lekker eten. Oh, hou op alsjeblieft. Ik heb wel een snoepje voor je, want je stinkt in je bek. Ik heb... kan niet, ik heb net kauwgom op. Nee, nou, die is maar, let op. Nee, ik kan niet kauwgom op. Doe omhoog, doe omhoog. Hoe moet ik dat omhoog doen? Sorry. Oh ja, zo, ja, wij zo. Neem me niet kwalijk, mensen. Zou ik nog in beeld zijn, denk je? Ja, denk ik. Zo, jawel, hè. Dat is beter, is die pens weg. Ja. Oh. Ja, dat ga ik. Nee, maar ik sport ook wel, maar ik vind het zo moeilijk, s'avonds. Rijd door! Wat? Ik vind het zo moeilijk, s'avonds op de bank, hè? Lekker eten en zo. Ja, wat eet je dan? Ja, gewoon vettigheid. Chips en zo en cola zuipen. En... Ja, ik ga niet met een worteltje zitten of zo. Nee, en maakt Marlisse dan een lekker hapje? Ach nee, die maakt helemaal niks. Niet? Nee. Nou, mijn Marlisse maakt wel lekkere hapjes. Nee? Ja, die zet dan lekkere dingetjes neer. En dan zit ik lekker naar VI te kijken. Ja, vind je het leuk? Ja, vind ik leuk. Jij niet? Ja, ik vind het. Ja, je vindt natuurlijk af en toe, dan wordt het... Wat is mijn telefoon nou eigenlijk? Ik heb het nummer van jouw vriend, hè, van je man. Ja? Nou, mijn vriend. Word ik niet? Jawel. Ja. Maar dat klinkt zo gek. Ja. Dat vind ik zo homo-achtig klinken. Ja, je man. Maar het is wel zo. Ja. Je bent al 11 jaar met hem, toch? Ja. Maar eerst terug naar de hapjes. Oké. Dus Melissa maakt geen lekker hapjes. Nee. Ik koop gewoon altijd bij zo'n doosje van 2 euro, weet je, die openklapt. Die zet ze niet eens aan tafel, die moet je gewoon zelf pakken uit de ijskast. Maar je houdt wel van. Ja, zeker man. Mooie vrouw, lief. Ja, hè? Ja, mooie vrouw ook. Top vrouw. Ja, alleen 's ochtends. Hè. Dan is het ook... als je geen make-up op hebt, dan weet je niet wie het is. Wat waren wij goed, hè, bij jou in het programma? Ja. Oh, ja. Wat slecht, hè. Ja, de kijkcijfers, ja. Ja, die waren heel slecht. Oh, weet je nee, niet. Dat geeft niet. Het was een leuke show. Ja, was een leuke show. Ja, maar weet je, het is tegenwoordig met die kijkcijfers, weet je toch, weet je wel. De ene keer dan zit het in een goede flow, de andere keer staat er weer een voetbalwedstrijd tegenover, ja, dan weet je het niet. Ja. Ik ben tevreden, jongen. Ik vond het een hartstikke leuke show. Maar was je geschrokken van je intelligentie? Nou,
Ik verschuilde me een beetje achter Melissa. Ik denk, die kan dat, die is goed, die is slim en zo. Weet je. Dus ik ben meer van het harde werk en zo. Ja. Niet qua werk, Jezus, maar... Christus. Nee, maar ik ben... dus ik denk, ik schuif haar naar voren. En zij weet het wel, met ook die woorden. Ze zegt gewoon een woord wat niet helemaal niet op het bord staat. Ja, niet steeds aan mijn sorry. Komen, dan ben ik vind een beetje eng. Wat dan? Zo, je hebt behoorlijke spieren toch? Ja, natuurlijk. Kijk, die armen, die gaan wel goed. Ja. Maar het eten, dat is het grote probleem. Ik heb in het begin nog heb ik een zo'n dieet gevolgd. En heel veel vlees eten natuurlijk. En wat is het nou? Proteïne. Ja. Maar je houdt het niet vol. Nee. Want je hebt levenslang. Ja. Ja, dat is zo, ja. Het is gewoon heel erg moeilijk. En ja, je moet echt mentaal niet sterk zijn, maar dat doe je niet. Want je denkt, nou, s'avonds pak gewoon lekker vreten en zo. Morgen ga ik wel weer trainen. Dat werkt gewoon niet. Pas op, want het is slecht voor de lak. Het is echt wel een kutdorp, hè, dit. Man. Is dit, hier woon jij toch, in de buurt? Nee, jij. Of is dit nog mijn dorp nog steeds? Ja, laat ze meer, toch? Vind jij nou dat het een kopdorp is? Is dit niet leuk dorp? Ja, het is zo smal allemaal. Ik ga je een paar leuke huizen laten zien. Oké. Wonen nog bekende mensen hier? Even denken. Faya Laurens. Oh ja? Vrouwtje de Boer. Albert Verlinde. Oké. Mike de Boer. Oh. En dat kleine huisje. Ik denk dat Louis van Gaal hier. Nee, dat weet ik nou niet. Vrouwtje de Boer wel. Er was een huis van Faya Laurens. Dat is een heel mooi huis, laat je zo even zien. Okay. Kijk, dat is bijvoorbeeld een heel groot. Ja, mensen zien het niet, maar goed, wij zijn nu naar een heel groot huis. Een heel stuk grond, maar met een klein huis. Dat vind ik zonde. Ja, wij zijn ook een huis aan het bouwen, hè? Nog steeds. Een nieuwe weer. Die Melissa, die moet blijven aan de gang. Een nieuw huis? Ja, we hebben het oude huis verkocht, hebben we helemaal opgebouwd, hebben we verkocht. Ja. Een goede winst gemaakt en nou zit even een appartementje. Maar zij koopt maar raak, hè? Nu ook. Maar heeft ze geld? Zijn geld zat. Ik sta wel eens zo, maar geven ze mij. Nee, maar ik denk. Jij hebt natuurlijk het boek goed, dat heeft goed verkocht. Ja, het boek, ja. Dat heeft 9e plaats in best verkochte boeken 2012. Ja. Ik stond eerste plaats. Eerste plaats? Ja. Dus dat heeft lekker wat opgebracht. Ja. Was dat de redding? Dat die niet aan scheidsalades van SBS. Nee, dat was niet zwaar. Ik dacht in het begin, toen ik net die show kreeg, dacht ik, dan krijg ik lekker geld. Toen zag je het. Ja. Maar toch wel 5 gedaan of 6. Dus. Daar liet je vroeger niet eens de hond voor uit. Nee. Nee, dat kreeg ik in een week. In een week tijd. De Everton het meeste verdient? Ja, 45.000 in een week. En allemaal aan die vrouw gegeven die kamelen ging kopen? Nee, wel veel. Jij hebt een leuke vrouw gehad. Ja. Spreek je er nog wel eens? Nee. Dus je hebt al dat geld gegeven, je spreekt er nooit meer. Maar dat wil je niet meer. Jawel, ik ben daar toch geweest vorig jaar. Ik ben vorig jaar even bij de geweest om kinderen te zien, maar dat was geen succes. Nee? Nee. Dus meer geen contact en zo. Er voelde ook niet meer wat je ooit voor de gevoeld hebt? Nee, ik heb wel liefde voor haar. Gewoon van, niet dat ik van haar hou of zo. Maar... De moeder van je kinderen? Ja, precies. Dat is het. Maar voor de rest niks. Nee, joh. Ik dacht eerst dat ze die kameel had opgegeten. Wie? Ik dacht eerst dat ze die kameel had opgegeten. Dat was best zo erg. Nee! Ze had nog grotere onderkaak dan ik. Dan waren je bulten natuurlijk. Jezus. Nee. Ja, maar goed. Ja, het is toch... Ja, het is warm, hè? Ja, het is warm, maar... Het is toch... Draai aan ook. Ja, maar ik ben bang dat je me aantrekkelijk vindt. Dus ja, dat vind ik wel. Ik ga een beetje... Het is dat je getrouwd bent. Ja, dat weet ik. Maar ik moet er niks van hebben. Je bent mij te... De grote schapen. Kijk op! Hier het huis. Kijk eens wat mooi. Oh, wat mooi, hé. Zo. Vind je die mooi? Ja, heel mooi. Ja. Van wie is dat? Dat weet ik niet, maar die gaat eruit. Ik ga er wonen. Ja? Nee, dat is prachtig. Hoe lang... Je hebt nou weer bijgetekend, hè? 2 jaar. Ja, lekker, hè? Kijk, als ik jou naast zat, toen zei ik... Lekker, ja. Wat was het ook weer? In mijn lus. Lekker, hè? Hij was wel goed, hè? Hij was echt goed. Hij leek soms, leek hier wel, hè? Jawel. In mijn lus. We zitten te roken, geloof ik. Rook je? Ja, ik rook af en toe. Ja, ja. Niet elke dag, hoor. Maar. Nee, maar het was een heel goed typetje. Ja. Maar ja, niemand kent je meer. Waarom ben ik dit aan het doen nu? Ja. Is het nog wel goed neergezet? Want straks heb je een interview met de voorhoofd. Ah, nee, dan pakken we die. Oh, dan pakken we die. Heb je 2, ja. Daarachter heb ik er nog één. Die
ook op de kop. Maar ik vond het leuk. Ik vond het knapste. Oh ja? Ja, van achteren ben je knapper. Ja. Ook schakelen. Kijk, hij heeft de broed van. Ja, wie is dat? Weet ik het. Ja, nou daar. Ja, maar het was een leuk typetje om te doen. Ja. Vond ik. Ja. Het was leuk om na te doen. En Irene als Melissa met die... Met die bonddingen. Dat kan toch niet? Je zit je vrouw uit te lachen. Ja, natuurlijk altijd. De hele dag. Hé, hey, maar je hebt theater gedaan, hè? De Paul de Leeuw, hè? Krijg je les. Ga je me nou interviewen? Ja, ik ga hem even vragen. Ben je daar nou geïnteresseerd in? Staat je ex. Hij is een ezel. Hé, hey, maar... Je bent door Paul de Leeuw ben je zeg maar... Wat is dit? Kreeg je les? Kreeg ik les van Paul de Leeuw. Maar Die was heel lief. Die was echt heel goed. Die deed het allemaal goed. Ja. En die heeft me toen les gegeven. Maar dat is echt... Daar praat ik over bijna 35 jaar geleden. Oh. Dus dat is een tijd terug. Dus ik kan er me er weinig van herinneren. Ik heb het gewokt. Ja. Maar nee, dat was echt leuk. Was een lieverd. En vind jij Paul de Leeuw leuk? Ja, super. Ja, die is goed. En goede collega. Nee, ik vind het echt leuk dat hij er is. Het is een lieverd. Echt. Ja. Oké. Okay. En wanneer kwam je erachter dat je homo was dan? Het is een interview. Ja, dit had. Nee, dan moet je zeggen... Hé, je bent toch homo? Jij bent toch homo? Wat? Wanneer kwam ik erachter dat ik homo was? Oké, dat is een goede vraag. Ja of 7? Ik denk dat je deze vraag niet veel gesteld hebt in deze auto. Nee, maar heb je als voetballers gehad? Of gisteravond. Nee, hè? Heb je als voetballers gehad? Voetballers, echt gewoon... Oh, ik dacht... Ik ging vroeger voetballen bij DWV. Je mag gevoetballen? Ja, jij denkt natuurlijk homo, die kan niet voetballen. Ja, die kan niet voetballen. Maar ik ben gek op voetbal. Oké. Okay. Nu zit ik de hele dag naar de bankjes te kijken van Matthijs de Ligt en naar die gozer van PSV, hoe heet die nou? Bergwijn? Nee, die andere. Luc de Jong? Nee, hij is Lozano. Oh, wat is die goed, hè? Ah. Oh, ongelooflijk. Goed, hè? Ja. Ben je Ajax-fan? Nou ja, kijk, ik was altijd fan van Hans van Breukelen. Oké. Okay. Dat vond ik de beste keeper. Dus ik kon vroeger natuurlijk niet goed, heel goed voetballen. Ik zeg natuurlijk, maar ik kon niet zo goed. Maar ik kon wel mensen imiteren. Ja. Dus toen dacht ik, luister, ik kan een voetballer imiteren, dat lukt me niet. Maar ik had een goede reactievermogen. Hmm. Dus toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga Hans van Breukelen imiteren. Ja, ja. Ging dat goed? Nee. Agressief. Ja. Dus, zo, hè, zo. Hey, ook die. Nou, die deed ik dan niet, want dan zat het erboven. Maar ik deed zijn handelingen na. Yeah. Wat hij trainde. Krijg je nou wel bericht van? Nee, jij doet zo. Dan gaat hij. Kijk, gaat hij verder. Oh. Dat heb jij niet in je auto. Hij is op mij gericht. Kijk. Oh ja. Heel irritant. Maar toen heb ik hem dus nagedaan. Yeah. En toen dachten ze ineens, die jongen keeper. Dus toen kwam ik bij DWV, in Meteor geloof ik, maar DWV. Ja. En toen vonden ze dat allemaal wel een leuk keepertje, maar ik was te klein. Oké. Okay. Maar ik kon leuk keepen. Ja, oké. Waarom kwamen of ik voetballen met mijn voetballers? Nee, nee, ik val helemaal niet op hetero's. Nee? Nee. Je valt echt gewoon op echt een lekker... Nee, ik val wel op zachtere jongens, maar ik val niet op iemand die... Die niet met mij leuk zou vinden en helemaal niet op mij zou vallen, waar je het daarmee doet. Oké, okay. Nee, je moet wel een klik hebben of zo. Ja, jij vindt het toch leuker als een meisje jou helemaal leuk vindt? Natuurlijk. Ja, dan vind je het leuk. Ja. Maar als je voelt dat een meisje jou eigenlijk niet leuk vindt. Dat is ook wel lekker soms. Kijk maar daar gewoon naald op. Jongen, nou. Ja. Wat daar nou weer gebeurd. Nee, maar wanneer? Ja, maar iedereen dacht natuurlijk die jongens homoseksueel de hele tijd. Ja, dat dacht iedereen, ja. Toch? Ja, dat dachten heel veel jongens, mensen. Maar je weet niet wat er gebeurt. Dus ik hoop dat het allemaal goed komt voor beide partijen. Ja. Wat zit je nou met je vinger in je mond? Ik denk het niet. Oh. Nee, denk je niet dat het goed komt? Kijk, die tegen als ik zo doe. Maar wat gaan ze dan zeggen? Dus gaan ze zeggen, je mag niet meer voetballen? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat die... Ja. Dat is toch geen bewijs? Ze moet eerst bewijzen dat hij haar verkracht heeft. Wat deed ze dan in dat bad? Ja. Zat er in een bad? Ja, ging ze wat ging ze dan doen? Pingpongen? Ja, maar dan weet je toch ook niet wat... Nee, die wou liefde gewoon knuffelen, denk ik. Oh, ze wou alleen knuffelen? Ja. Ja, nou dan kan jij ook wel ophouden. Ja, ik ben bang dat ik ook nog aanklacht krijg. Ja, niet eens wat je zegt. Maar ik heb toch niks meer, dus ik kan ook komen. Nee, dan komen ze niet. Nee, dan komen ze niet, nee. Ja, maar het is wel heel erg. Ben je kou op je anders? Nee, wat dan? Nee, gewoon. Zink uit mijn mond?
Dan heb je net in bed gelegen met je man. Dit mag niet uitgezonden worden. Ja, man, doe maar hoor. Zo komen we ook weer terug, toch, bij jou? Ik heb hier gewoon... Is het al afgelopen dan? Nee, je moet toch helemaal rustig gaan. Dat heb je haast. De vlag ging al uit. Denk eindelijk afgelopen. Nee, ik denk dat je het wel hebt. God, wat had ik het leuk gevonden als ik bij jou in het elftal had gezeten. Ja. Ik had gegierd. Oh. Ja, je was ook goed en een beetje gangmaker. Ik vind dat leuk. Ik hou ervan. Ja, de neef van de Gijpen vind ik ook leuk. Vind ik een leuke gast. Ja. Vind jij die ook leuk? Ja, lekker man. Ja? Ja, man. Hé, hey, lekker man. Hey, ouwe rukken. Ja, ik vind hem ook oké, man. Lekker man. Ja, man. Lekker man. Ja, man. Lekker man. Die lach is ook zo leuk. Ja, die is aanstekend. Ik vind hem heerlijk. Hij vindt hem ontzettend leuk om naar te kijken. Ja, het is een VI vind ik ook wel leuk. En Johan Derks vind ik ook leuk. Ja, die zegt ook gewoon alles. Ja, dat lekker is heerlijk. Gewoon bam. Gewoon bam. Dat niet het politiek correct zijn, maar gewoon het zijn. Ja, wanneer kwam je erachter dat je homo was? Goh. Ja, je hebt geen antwoord gegeven, man. Vraag! Oké. Ik moet even een snoepje uit. Stel jij die vraag nog even. Wanneer kwam je erachter dat je homofiel was? Homofiel? Homofiel. Wat je wilt, nicht. Ja. Kondiket. Dat kan niet gezegd worden. Ik distancieer me van dit interview. Dat kan echt niet. Nou, ik twijfel nog. Het is allemaal imago. Ben jij een man of een vrouw? Huh? Ben je het mannetje of het vrouwtje? Wat denk je zelf?